Three fights, one night, I will be champion. Tariq, big question for you. Do you want to challenge somebody out of the line behind you? Yes, I want to challenge onze Franse boy. I don't know your name, sorry. Okay, well, I know his name, Pascal Touré. You've been challenged. Please step forward. Do you want to accept the fight or do you want to reject the fight? Let's go, bro. Let's do it. Then the first set fight is settled. Tariq Khbabez against Pascal Touré. Looking forward to your fight on the light heavyweight roster. What do you think about your next fight? Een goede jongen. Maar ik kies wel een beetje veilige kant. Pascal, Tariq has said before that if he can choose, he will choose the safest route. And he said once again that basically you are the safest route. What do you think of this statement? First of all, when I came, he didn't know my name. But I can guarantee that the 8th of June, he will know my name. That's all I have to say. Ja, ik ben blij natuurlijk. Niemand onderschatten, maar ik heb het beetje eigenlijk zo op in mijn hoofd beetje uitgespookt. En het is uitgekomen ook. Allah is groot. Ik kijk niet, hij is niet de slechtste, totaal niet. Maar ik kijk gewoon naar de veiligste kant. Qua veilige kant, wat ik bedoel, hij is minder blessure. Ik vind hem een technische jongen. En als je tegen een technische jongen vecht, dan heb je kans op weinig blessures. Dat is eigenlijk heel de reden dat ik hem kies, maar... Hij denkt dat ik hem kies omdat hij de slechtste is, maar dat is niet zo. Dan klok ik licht donnetje. Maar laat hem maar eerst even winnen van moeilijke nacht. Laat ik Light heavyweight championship on the line. Khbabez in the black. Avena in the red. Let's see if some of that frustration and hate that they have for each other reflects in the fight. Oh, whoa, nice low kick there from Khbabez as Avena was forced to grab the rope, but he's doing it again. Oh, back left again. Knock him up, knock him out. The tank sent him over the ropes. This is where Khbabez can be really dangerous. Yep, when he's relentless in his combos. Incredible scenes here. The crowd exploding. Khbabez collapsing to his knees. He is indeed your new light heavyweight champion. Ik vind het wel leuk om vooral ook om deel te nemen aan dit toernooi. Vind ik leuk. Ik heb er zin in en ik ga ervan uit dat wij dit toernooi gaan winnen. En mocht iets gebeuren wat toch niet gaat gebeuren, dan mag de winnaar weer tegen mij voor de titel. Ik wil het altijd nog goed maken. Ik begrijp wel dat het een toernooi is dat ik veel te verliezen heb, maar zo zie ik het niet. Je kan, daarom is het toernooi zo interessant. Iedereen kan die toernooi winnen. Je kan bijvoorbeeld de eerste ronde twee keer acht tellen krijgen of zwaar geblesseerd raken. Omdat je focus op die blessure ligt, omdat je de tweede wedstrijd heel anders gaat vechten. Of je kan de eerste wedstrijd KO, tweede wedstrijd KO en derde wedstrijd vecht je uit. Het hangt net vanaf welke tegenstander je krijgt en hoe ze vechten. Mensen die zeggen, ja, echt respect, maar je had het eigenlijk niet hoeven te doen, want jij bent de kampioen en kan van alles gebeuren. Maar ik vind wel dat ik gewoon mee moet doen en het is weer een van mijn pocketlijst als legend eindigen. Ik vecht wel mee, maar ik geniet er tegelijkertijd ook van als een fan. Dus ik heb er zin in. You got a big size advantage. What do you have to do to beat the champ? I think I have to stay away from him, use my kicks, my knees, and we're gonna see. All right, Tariq, as the champ, you got a big target on your back. Everybody's coming for you. What's your key to winning this tournament? Nobody come for me. I want everybody one for one. I win the tournament. I'm the best in the division, and you will see Age of Uni. The goal is to win the tournament and the belt, I assume. Of course, the belt is for me and nobody take it. Ik zou sowieso Bahram of zo sowieso in de finale willen tegenkomen. Dat lijkt me leuk. Dan komt het of Donaghy of Maslowot. Een van die twee. Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Geef mij dat liever dan Maslowot. Maar ik denk ook dat Maslowot verder komt dan Donaghy. Maslowot is toch net wat slimmere vechter. En wat hardere vechter.
Dat denk ik. En dan doet het wel een harde pot als ik zo kijk. Dus en dan Barham aan het einde. Gaan we kijken wie de langste adem heeft. Tegen hem zou ik ook wel graag willen. 1 tegen 1. Want hij krijgt heel veel hype nou. Maar ik weet hoe ik die hype vanuit kan beëindigen. All right, gentlemen, let's get together for our stare down here. As this is going to be our first quarterfinal matchup for the Light Heavyweight Grand Prix, June 8th. Get your tickets and we will see you there June 8th. Quarterfinal number 1, Pascal Torre and Tariq Kababi.